Vanavond rond 6:30 hebben wij de melding gekregen van een schietincident hier in een woning. Daarbij zijn 3 dodelijke slachtoffers gevallen. En het gaat om 2 kinderen van 8 en 12 jaar oud en ook een man van 34. Hij is vermoedelijk de schutter en hij is waarschijnlijk ook een politieman. Bij het incident raakte ook nog een vrouw zeer zwaar gewond. Dat gaat om een 28-jarige vrouw. De vrouw, weet u hoe die eraan toe is op dit moment? Zij is afgevoerd naar het ziekenhuis? Ja, zij is er zeer, zeer ernstig aan toe. Ik heb op dit moment geen update van haar gezondheid, maar het ziet er heel slecht uit. Eerder vandaag kwam er een Amber Alert, 2 vermiste kinderen. Staat dat los van dit incident? Het was een NL Alert, geen Amber Alert. Maar de vermissing die eerder gemeld werd, ook hier toevallig uit de buurt, die staat hier helemaal los van. Die 2 kinderen die zijn weer veilig thuis bij hun ouders.